oefenen elke week. Elke oefening proberen we zo goed mogelijk de realiteit na te bootsen. En om zo echt voor te bereiden op een daadwerkelijke hulpverlening waar onze hulp noodzakelijk is. In Egmond hebben wij een bemanning van 30 personen. We kunnen overal worden ingezet. De oefenavonden zijn ook gemixt elke keer. Dus we oefenen steeds niet met dezelfde personen om juist de geoefendheid met elkaar in teamverband te bewerkstelligen. Onze oefeningen bestaan uit een hele scala van soorten met de oefeningetjes. Het zijn zowel EHBO op het water, maar ook navigeren, communiceren. Als wij een zoekactie moeten gaan doen, dan sparen we bepaalde zoekpatronen af. En zoekpatronen die zijn divers, 4-5 soorten zoekpatronen die wij regelmatig afvaren. En die van tevoren bepalen hoe we dat gaan doen en dat voeren we wel keurig netjes uit. In het echt is dat natuurlijk onder leiding van de kustwacht. Daarbij hebben we ook heel veel samenwerking met de kustwachthelikopter en de kustwachtvliegtuig. Dus wat dat gaat, is heel veel samenwerking is noodzakelijk. En alles is ook opgeschreven in documentatie, waardoor we ook met z'n allen op dezelfde soort wijze onze taak uitvoeren. De oefeningen worden dynamisch uitgezet. We doen wel oefeningen met zoekobjecten die we 's middags uitzetten om 1 uur of 4. En die gaan we pas vanaf 7 uur gaan we die zoeken. En zo komen wij zo steeds als bemanning zijnde elke keer in een andere situatie terecht. Wij oefenen heel vaak met het kustwachtcentrum. Eigenlijk elke oefening hebben we sowieso contact met het kustwachtcentrum. Maar ook de grotere oefeningen doen wij in samenwerking met de kustwacht. En vaak ook meerdere eenheden van de kustwacht. Alles wat zo op land kan gebeuren, kan ook op zee gebeuren. En daar komen wij in actie.